Hi iedereen, welkom bij een nieuwe weekvlog. Witvlaag? Wacht, ik zal me hier zetten. Oké, welkom bij mijn nieuwste weekvlog. We starten er meteen in en ik neem jullie direct mee op mijn event vandaag. Het is dinsdag en ik ben op het McDonald's Maestro Atelier en de nieuwe McDonald's hamburger wordt voorgesteld. Altijd mega leuk, ook mega gezellig. En het ziet er weer super mooi aangekleed uit, dus zalig. Ik ben ook voor. Is er iemand de shopping queen? Kajalia. Dit is hem, de Glorious Giorgio. Oké, we gaan er aan beginnen. Maar deze is toppie, want dat hebben wij niet plaatsen. Yummy. En dan kan ik zo gaan vinden. En wat vind je ervan? Excellent. Pas vanaf volgende week dinsdag in de restaurants. Yay, avant-première. Dat is weer. De McDonald's Glorious Giorgio is zo, zo, zo lekker. Echt super lekker, zo op ciabatta brood en mega lekker kaas tussen en twee hamburgervleesjes tussen. Met nog een lekkere soort ham erbij, dus super lekker. En het was ook weer super gezellig op het Maestro Atelier. Het is altijd zo leuk daar. En ik heb een verrassing voor jullie. Morgen is hij in de winkel. De Glorious Giorgio kan je morgen in de McDonald's restaurants eigenlijk gaan eten, which you should do because it's very good. Zo, de persdagen bij Ona zitten erop. Er zijn hier zoveel mensen gepasseerd voorbij 2 dagen en zoveel mooie merken dat we hier hebben, zoals Essentiel, my favorite. Kijk, super mooie dingen. En ik weet dat ik niet veel gevlogd heb de voorbije 2 dagen, I know. Maar het was hier super druk met de persdagen, dus met heel veel mensen die gepasseerd zijn. En ik moest constant werken, dus ik heb zelf niks van persdagen kunnen doen, jammer genoeg. Maar nu is het hier afgelopen bij Ona en ga ik naar Komodo! Yay, dik feestje vanavond! Dus ik pak jullie ook gewoon mee. Het is de showroom van Ona na de uren, helemaal leeg. Thank you.
flowen. Het einde van de persdagen. Maar ja, we zijn moe. We zijn allebei interns. Kenny. You're not in the club. Nee. We zijn moe. Zo, ik ben thuis. Ja, de persdagen hebben mij echt afgemat. Om eerlijk te zijn, ik heb echt... ja, ik heb al veel gewerkt en ja, veel mensen leren kennen. Iedereen teruggezien. Dus alle bloggers die bij Ona waren, kende ik ook. En dat was echt wel leuk om ja, ook eens aan de andere kant te staan. Want ja, natuurlijk ben ik het gewend om ook naar de persdagen te gaan. En dan eigenlijk ja, rondleidingen te krijgen. En nu was het dus van de andere kant. Wat wel raar was, maar ook wel heel leuk om eens mee te maken. En... maar je bent buiten adem. Ik ben net naar hier helemaal gewandeld. Het was toch 20 minuten wandelen. Maar ik kom nu van het Komono event. Dat was ook heel leuk met Michelle en zo. En een paar meisjes van Ona. Dat was ook wel heel fijn. En er was zoveel volk. Het is ook weer iedereen teruggezien. Wat een mooie afsluiting van de persdagen. Het is nog super vroeg. Het is nog 9:30. Maar ik ben zo moe. En ik moet morgen weer... om 9 uur gaan werken en alles opruimen, dus ja, ik ga gewoon Netflix en in mijn bed kruipen, denk ik, want ik ben echt moe. Komono heeft al sinds echt wel mooie zonnebrillen en ook echt nog goedkoop, er waren erbij van €50, dus dat is echt niet veel, dus dat is wel cool dat ze hebben. Ik ga dus nu gewoon slapen, maar ik zie er zo moe uit. Hoi, dus voor ik deze weekvlog afsluit, wou ik toch nog een klein beetje een update geven over alles dat ik dit weekend heb gedaan. Het is het weekend van 1 mei en zoals jullie kunnen zien heb ik echt deze week weinig gefilmd. Het was niet alleen persdagen waarbij ik zelf moest werken, dus ook nergens anders naartoe kon gaan en dus ook niet kon filmen. Maar voor de rest ben ik ook gewoon druk bezig geweest met dingen die niet interessant genoeg zijn om te filmen eigenlijk. Maar ik wil wel nog een beetje vertellen over wat ik nog allemaal heb gedaan. Dus zaterdag ben ik naar huis gekomen en ben ik nog eens naar het appartement in Gent gaan kijken. Om de afmetingen eigenlijk zo wat op te meten. En dan zijn we naar de IKEA geweest. En de IKEA is zo leuk, maar ik kan daar ook zo lang zijn. Dus ze hebben daar letterlijk heel de dag rondgelopen. En heel onze dag eigenlijk aan ja, verspild is het niet. Maar ja, we hebben daar heel de dag dus rondgelopen. En dan s'avonds waren we mega moe. Dus hebben we eigenlijk gewoon tv gekeken, denk ik. Dan zondag is mijn familie op bezoek geweest. Mijn metekindje, Xante. En ik had eigenlijk echt moeten filmen, want jullie hebben haar nog niet gezien. Het is echt een heel mooi en heel lief meisje. Ze is deze maand jarig eigenlijk, dus ze wordt 1 jaar. Which is pretty awesome and excited. En ik ga een leuk cadeautje nog uitzoeken voor haar. Ik weet nog niet direct wat, want ik vind dat wel heel moeilijk. Want ik wil natuurlijk ook wel dat iets is dat mijn broer en Nausicaa kunnen gebruiken. En Xante dus ook. Dus daar moet ik nog eventjes voor kijken. Dus dat hebben we gedaan gisteren. We zijn pannenkoeken gaan eten. En voor de rest eigenlijk gewoon heel de dag zo wat gebabbeld. En 's ochtends heb ik super veel foto's genomen voor mijn blog, outfit posts, alles erop en eraan. Dan vandaag is het maandag, 1 mei. En... ben ik gaan lopen vanochtend, eindelijk nog eens, want het is super lang geleden dat ik nog eens was gaan joggen eigenlijk. En vroeger kon ik dat zo en ik heb het jammer genoeg iets te lang ja, aan de kant geschoven, waardoor dat ik nu toch wel moeite heb om terug te beginnen. En daarom heb ik eigenlijk de Start to Run app van Evi Gruijaert gedownload. En die gebruik ik nu eigenlijk om terug... ja, schema's te hebben en eigenlijk terug op een regelmatige basis te gaan lopen eigenlijk. En ik heb leuk nieuws daarbij voor jullie, want ik mag binnenkort loopschema's op de app weggeven. Ik zou zeker zeggen, check mijn blog daarvoor. Dat zal deze week online komen ook. Net als de winnaars van de Telenet Play giveaway op mijn blog.
Dus check it out, because hello, summer body, almost there. I mean, summer's around the corner. Dus ja, dat lopen, die loopschema's kan je zeker wel gebruiken, denk ik. Allee, ik kan het toch wel gebruiken. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb 7,24 kilometer gelopen in 40 minuten. Niet zoveel. Vroeger liep ik 8 kilometer in 40 minuten. Maar kijk, het gaat terug een beetje vooruit. En ik zal deze week nog een paar keer gaan lopen. Ik zal me aan mijn schema houden. En hopelijk loop ik binnenkort terug 10 kilometer, alsof het niks is. En voor de rest ben ik dan vandaag naar mijn vriend zijn familie geweest. Dus het is vooral zo'n enorm familieweekend geweest. En nu is het dus maandag 6 uur. Dus ik ga bijna eten en dan maak ik mijn valies. En dan vertrek ik terug naar Antwerpen voor een nieuwe week. En wow, dit is mijn 11e weekvlog al. 11. Nummer 11. Dat is zo leuk. Zoveel. Zoveel. Ik wist niet dat ik zoveel te vertellen had. En ik ben blij dat jullie het nog altijd kijken. En dat jullie het best wel appreciëren. Soms is het misschien interessanter dan anders. Maar this is my normal life. Dus het is niet altijd even wauw en interessant natuurlijk. Dus, maar bon. Ik geniet ervan en ik hoop dat jullie dat ook doen. En als dat zo is, like zeker het filmpje dat je leuk vindt. En blijf mij volgen en subscribe. En delen mag ook altijd, hè, mannetjes. Als jullie mij echt tof vinden, mogen jullie mij ook altijd delen bij jullie vrienden of vriendinnen. Dat zou ik super appreciëren. Want YouTube, ik doe dat eigenlijk echt graag. Ik vlog super graag. Dat is gewoon heel persoonlijk, vind ik. En daarom ook zo leuk. Nu, ik heb alweer genoeg gebabbeld, zie ik. Ik ben echt een babbelaar, hè. Ik zou echt zo 10 minuten kunnen, bla 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 bla. Maar dat ga ik dus niet meer doen. Ik ga nu afsluiten. Het is een mooie week geweest. Ik ben zo blij dat het verlengd weekend is. Want wajo, anders was het weekend te kort geweest. Dus verlengd weekend was goed. Ik heb mij een beetje rustig gehouden ook, wat dan nodig was. Want ik was echt wel moe. Dus bij deze. Allee mannetjes. Salut hè. Merci om te kijken.